De Spice Girls, die wilden wel, maar helaas, ze vonden het hier te klein. Dus we hebben Siep van de ploeg uitgenodigd, van de kast. Vind je dat een beetje leuk? Ja. Ja hoor. Ja. Wij zijn er hartstikke blij. Hallo Siep. En we hebben een primeurtje, want Siep die gaat 5 mei gaat die bevrijdingspop doen, hè? Ja. Hoeveel landen ga je af? Nou, één land, hè. Nou, hoeveel podia? We gaan 4 podiums doen. Met een helikopter? Met een helikopter. Samen met Anouk? Anouk, ja, die staat op andere podia's. Wij staan in Amsterdam, Utrecht, Roermond en Assen. Ja, ja, en dan ga je een speciaal nummer tegen horen brengen. Ja, wat je al keer... meerdere nummers, maar een van die nummers is het volgende nummer wat we nu straks gaan doen. Dat is Zo Jong. En als je het plaatje koopt, dan gaat het dan naar een goed doel? Dan gaat het naar het Fonds Slachtofferhulp. Oh. Ja. Het is een nummer tegen zinloos geweld. Ja, dat heb ik gehoord. Ja. Je zegt, gaat zingen, Siep, zou ik zeggen. Je hebt hierbij, hè? Nou, zoals altijd, hè? Ja, maar stel de man even voor. Nou, op gitaar is dat Peter. Peter. Hallo, van de Peter. Hoi, Peter. Op bas en nu op zang, Sietse Broersma. Hallo, Sietse. En de andere tweede stem is Nico Oudhuizen. Hey, Nico Oudhuizen. En achter de vleugel is het Kees Bode. Hallo, Kees Bode. Hey, Siep, ik ga je aankondigen. Hier is, ik weet niet hoe heet het nummer, want ik heb geen auto, hoe heet het nummer? Zo Jong. Zo Jong, hier is de kast, mensen. In het hart van de nacht toonde hij zijn ware gezicht. Hij zei wat hij dacht tegen schimmer in het schemerlicht. Maar als zijn goed bedoelde woorden gingen verloren, door het toeval geraakt, onnodig en onverwacht. Want hij kwam op voor het goede, waarom moest hij bloeden in die donkere nacht? Hij was zo jong, zo jong. Springen zou, hij was zo jong, zo jong. Het is zo wrang, omdat hij iemand helpen wou. Wat zijn dag had moeten zijn, werd met een harde dreun geveld. Het werd een dag van stilte en pijn, omdat elk mens zijn leven telt. Van waar die blinde woede, waarom moest hij bloeden door dit zinloos geweld? Hij was zo jong, zo jong, maar nooit bang voor wat de toekomst brengen zou. Hij was zo jong, zo jong. Het is zo wrang, omdat hij iemand helpen wou. Er blijven mensen achter, achter in de tijd, die niets meer kunnen doen, die moeten leven met het feit. Ik schrik van de berichten, ze grijpen me aan. Ik kijk naar de gezichten, er zijn er van gegaan. Nooit bang voor wat de toekomst brengen zal. En we zo jong, zo jong, het is zo verhaal. Enorm aan deppen tijdens de ziekenhuis.